President Santokki van Suriname erkent het recht op betere voorzieningen voor mensen met een beperking. Tijdens de ontmoeting gisteren met Stichting Wang Okasi besprak de president de late uitbetaling van sociale uitkeringen en pleit voor diepgaand overleg met een ministerieel clusterteam. Het staatshoofd kondigt maatregelen aan, waaronder verhoogde uitkeringen en budget voor sociale woningbouw, inclusief aangepaste woningen. De stichtingsvoorzitter is tevreden met de toewijding van de president aan betere voorzieningen voor mensen met een beperking. In de regeringsvergadering van 24 januari 2024 lag de focus op de goudsector en grondzaken in Suriname. Voor de goudsector zijn stappen besproken om de milieu-impact te verminderen en nieuwe technologieën te overwegen. De regering wil geen nieuwe goudconcessies uitgeven in ongerepte gebieden en overweegt milieubelasting voor goudopkopers. In grondzaken wordt grondenrechten overgedragen aan individuen en rechtspersonen om betaalbaar eigenaarschap te bevorderen. Deze besluiten zijn gericht op welzijn en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Suriname sloot op 19 januari het readiness-project in Ikeri af, gericht op het versterken van de klimaatbestendigheid van de agrarische sector. Het succesvolle project werd geleid door het ministerie van LVV in samenwerking met de FAO en werd gefinancierd door het Green Climate Fund, GCF. Doelen omvatten het begrijpen en aanpakken van klimaatveranderingseffecten en het opstellen van een projectplan voor het GCF. Consultants werkten aan rapporten voor Saramaka, Koroni en Ikeri. Het project beoogt duurzaamheid en adaptatie in de landbouwsector.